Nou, hij is zijn gewicht in goud waard. Hiepke Boerma is niet meer weg te denken als schaatsenslijper bij de Amsterdam Tigers. De 75-jarige Amsterdammer speelde in de jaren 60 zelf voor de club. Maar 20 jaar geleden kwam hij in aanraking met het slijpen van schaatsen. Nou, de reden dat ik ben gaan slijpen was dat ik op een bepaald moment zo ontevreden was over het slijpwerk. Maar dat ik dat moet anders kunnen. En heb ik mezelf bijgeschoold, ben het zelf gaan proberen. Dus toen ben ik gaan kijken bij degene die hier sleep voor het eerste. En toen dacht ik, nou, eigenwijs als ik was, misschien kan ik dat toch wel iets beter. Boerma investeerde jaren om de techniek van het schaatsenslijpen onder de knie te krijgen. Maar is een goed geslepen schaats dan zo belangrijk voor de prestaties op het ijs? Nou, ik denk het wel. Het is wel een stukje vakmanschap. Je moet er wel oog voor hebben en ook het gevoel voor hebben. En, je merkt al snel als schaatsen niet goed worden geslepen. Je merkt het op het ijs. Hij is ook tandarts, daar moet je ook wel precisiewerk leveren. En hier identito. Als ik binnen ben, als ik binnenkom, gewoon eventjes even voelen. De hardheid van het ijs en hoe reageert dat? Hoe voelt dat? Voelt dat hard of voelt dat bros? Dan weet ik dat ik op een bepaalde manier kan slijpen. Is dat wat brosser, dan kan ik niet zo diep slijpen, want anders dan graaf je jezelf in het ijs. Het slijpen vereist dus maatwerk en het neemt ook veel tijd in beslag. Toch doet Boerma nog meer werkzaamheden voor de club. Doet alles. Staat hij af en toe ook nog eens te keeper als er een keeper mist? Dus nee, het is een man met een heel goed hart en we hebben Hiepke heel graag bij ons. Er gaat iets met de boarding mis, ondersteunen we de ijsmeester. Er heeft iemand een keer een clip even tegen zijn mond gehad, een klein stukje van de tand eraf. Moet ik even naar kijken. We gaan even drinken pakken, we gaan even ijs pakken en Hiepke gaat even kijken naar je. Even rustig gewoon. Even rustig aan. Ja, ik moet op de tand en voortand gaan van huis, ja. Houd die er even onder. Ja, is goed. Tand door je lip. Tand eruit. Voortand zijn weg. Eerst even wat dempen met ijs. Ja. Maar het was een stukje van zijn tand af. Maar ik denk dat dat net zo groot is dat hij er wel een beetje last van heeft met dat zijn zenuwen een beetje gaat opspelen. De boarding maken. Tanden controleren of schaatsen slijpen. Het clubhart van Boerma is zo groot dat hij voorlopig ook nog niet aan stoppen wil denken. Dat was een mooie, Rocco. Ja, die kerel. Goed, hè? Nee, slijpen, dat blijf ik doen. Ja. Kun je als Hiepke zo meteen besluit om de slijpmachine aan de wilg te hangen? Dan hebben we iemand anders nodig natuurlijk. Maar tot die tijd? Tot die tijd houden we Hiepke dicht bij ons.